Je eigen spirituele identiteit mag je nooit verloochenen. Dat is de boodschap van de theatervoorstelling Kormatse. Deze voorstelling is te zien tijdens de derde editie van het Suriname Performing Art Festival, dat op donderdag 15 augustus van start ging. Dit legde Orlando Zede, regisseur van de voorstelling, uit aan de STVS Nieuwsredactie. De boodschap in deze voorstelling is dat je je eigen identiteit, je eigen spirituele identiteit, nooit mag verloochenen. En dat je die mag ontwikkelen en dat je erkenning mag geven aan de persoon wie je bent. En dat je mag gaan staan in je kracht en dat je die kracht ook echt mag gaan laten zien. Kormanse betekent hij die doet wat hij wilt. Hij die niet luistert naar anderen. Zeder zegt dat het een Akang-woord is. Akang is een bevolkingsgroep uit Ghana. En het gebied waar zij vandaan komen was destijds Fort Kormanse, dat nu Fort Amsterdam heet. De regisseur legt een tipje van de sluier van de voorstelling. Tijdens de slavernij werden de mensen vervoerd vanuit verschillende streken van West-Afrika. En werden ze dus gebracht naar Fort Kormanse. En Fort Kormanse was dus het portaal waarbij ze dus de naam eigenlijk kregen als de Kormanse people. Wat een, je moet het zo zien als woorden, de overtocht maken met andere mensen, dan verandert het, werd het dus Kormanti people. Zeder geeft ook aan dat deze voorstelling tot stand is gekomen tijdens de coronaperiode die ons allemaal heeft getroffen. Iedereen werd letterlijk opgesloten in huis en zo begon hij na te denken over welke verhalen zij nog konden vertellen over onze eigen geschiedenis. Ze willen benadrukken dat ze niet vrijwillig op de boot zijn gestapt of gewerkt hebben op de plantages. In plaats daarvan hebben ze strijd geleverd, een naam gekregen en erkenning gegeven aan de spirituele entiteiten die hen tijdens deze strijd hebben begeleid. Het schrijven was dus tijdens de coronaperiode, maar het maakproces zelf, dus de choreografieën, de arrangementen en de tekst, dat heeft wel 6 maanden geduurd. Kormanse is het gebied van de toenmalige goudkust van Ghana, van waar de Afrikaanse slaven zijn gebracht naar onder andere Suriname.